Voormalig Oost-Duitse leider Honecker onder huisarrest. Gevechten in Filipijnen gaan door. Thatcher in moeilijkheden ondanks stemmenwinst. Rode Armee-fractioon eist moord bankdirecteur op. Protestmanifestaties in Armenië. Het Veronique Avondnieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. Goedenavond. De autoriteiten in de DDR maken ernst met de vervolging van corrupte politici. Vandaag werd oud-partijleider Erich Honecker onder huisarrest geplaatst. Hij is een van de 114 aangeklaagde partijfunctionarissen. Onder hen is ook de bekende advocaat Wolfgang Vogel. Hij was jarenlang betrokken bij het ruilen van spionnen tussen Oost en West. Vogel werd beschuldigd van chantage. Hij was een vertrouweling van Erich Honecker. De luxe buitenwijk van Oost-Berlijn, waar Erich Honecker en vele andere partijprominenten wonen, heet Wandlitz. Het hek dat vroeger diende om nieuwsgierige pottenkijkers buiten te houden, zit nu dicht om te voorkomen dat de vroegere leider van de DDR de benen neemt. Het huisarrest is de nieuwste stap op weg naar de volledige ontluistering van de man die Oost-Duitsland 18 jaar leidde. 2 maanden geleden sprak hij het partijkader nog in feestelijke stemming toe bij het 40-jarig bestaan van de DDR. Toen begon de roep om democratie en was het snel gedaan met de starre Honecker. Zijn opvolger, Egon Krenz, probeerde af te rekenen met de bevoorrechting van de partijtop. Hij stelde de luxe in de elitewoonwijk aan de kaak. Delicatessen, zwembaden en westerse consumptiegoederen waren in overvloede voor de partijbonzen beschikbaar. En dat terwijl het land met hevige tekorten kampte. De omvang van het corruptieschandaal nam hand over hand toe. Dit luxe landgoed behoorde toe aan Alexander Sjoukolakowski, de ex-staatssecretaris voor handelsbetrekkingen. In die functie verduisterde hij tussen de 5 en 12 miljard gulden. De visum die het land juist zo hard nodig had. Net als Erich Honecker werd Sjoukolakowski afgelopen zondag geroyeerd als partijlid. Alexander Sjoukolakowski, Horst Zinderman. Op dat moment was hij het land al uitgevlucht. Hij zou zich in Zwitserland of Israël ophouden. De bevolking heeft inmiddels het heft in eigen hand genomen. Terwijl opnieuw duizenden mensen op straat betoogden, doorzochten activisten de kantoren van de Staatsveiligheidsdienst. Ze waren bang dat er belastende documenten vernietigd zouden worden. De demonstranten eisen dat er onafhankelijke burgercomité's worden opgezet die het machtsmisbruik moeten onderzoeken. De West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl zal op 19 december in Dresden zijn Oost-Duitse collega Hans Modrow bezoeken. De leiders zullen de toekomstige samenwerking tussen de beide Duitslanden bespreken. De Europese gemeenschap heeft deze week de eerste formele contacten gelegd met de DDR. De EG wil op korte termijn overleg over economische samenwerking. Europees commissaris Frans Andriessen zette daartoe in Oost-Berlijn de eerste stappen. Andriessen zei na afloop van zijn ontmoeting met onder meer staatshoofd Egon Krenz en premier Modrow optimistisch te zijn over de kans spoedig een handelsovereenkomst te kunnen afsluiten met Oost-Duitsland. Behalve de handelsbetrekkingen wil de EG ook over milieuproblematiek en energieproblemen afspraken maken. Andriessen sprak de hoop uit dat het dynamische proces dat in Oost-Duitsland in gang gezet is, onomkeerbaar zal zijn. De onderhandelingen over een tijdelijk staakt het vuren met de militaire opstandelingen op de Filipijnen zijn mislukt. Een deel van de rebellen verschanst zich in en rondom hotels in de zakenwijk van Manila. Gesproken werd over de mogelijke evacuatie van gasten uit de hotels, onder wie veel buitenlanders. Een verslag van onze correspondent Jan van Vechel. In de Filipijnse hoofdstad Manila houden muitende militairen nog altijd zo'n 2000 buitenlanders gegijzeld. 5 dagen na het begin van de staatsgreep wordt in de zakenwijk nog steeds onverminderd geschoten. Buitenlandse toeristen kunnen hun hotels niet uit, omdat die in de vuurlinie liggen. Daaronder zijn volgens de Nederlandse ambassade hier ook 7 Nederlanders. Onderhandelingen met de rebellen over een vrije aftocht van de vakantiegangers mislukten vandaag. De evacuatiebussen stonden al klaar, maar het mocht niet baten. De rebellen kwamen opeens met nieuwe eisen. Morgen wordt er verder gepraat. De toeristen gaan weer een spannende nacht tegemoet. Op het eiland Cebu, in het midden van het land, houden 300 rebellen nog altijd het vliegveld bezet. De muiters zeggen op versterkingen te wachten. De staatsgreep in de Filipijnen, die er nu toe aan ruim 100 mensen het leven kostte, is dus nog lang niet over. Later in dit nieuwsbulletin komen we nog uitgebreid terug op de situatie in de Filipijnen. De RAF, de Rode Armee-fractioon, heeft vandaag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord op Alfred Herrhausen, de president van de Deutsche Bank. Herrhausen kwam 6 dagen geleden om het leven toen een zware bom ontplofte op het moment dat zijn auto passeerde.
Zijn chauffeur raakte daarbij zwaar gewond. Volgens de brief waarin de RAF de aanslag claimt, is Herrhausen geëxecuteerd omdat hij de machtigste economische leider van Europa was. De RAF beweert dat Herrhausen als bankier verantwoordelijk is voor twee wereldoorlogen. De Duitse justitie noemt de brief van de RAF absoluut authentiek. De internationale klopjacht op de daders is tot nu toe vruchteloos gebleven. De Tsjechen hebben vandaag een nieuwe regionale regering gekregen die voor het eerst in 41 jaar bestaat uit meerderheid van niet-communisten. Over de samenstelling is overleg geweest tussen de Tsjechische premier en de oppositiebeweging Burgerforum. Het kabinet van de Tsjechische Deelrepubliek zou ondergeschikt blijven aan het gezag van de federale regering van Tsjechoslowakije. In het Oost-Europese land Tsjechoslowakije is de laatste weken veel veranderd. In de nieuwe Tsjechoslowaakse regering zitten 5 niet-communisten. Maar het Tsjechische deel van het land, bestaande uit Bohemen en Moravië, heeft nu een kabinet waarin niet-communisten de meerderheid vormen. Over de samenstelling van de nieuwe Tsjechische regering hebben Václav Havel van Burgerforum en de premier van de Tsjechische Deelrepubliek uitvoerig gesproken. De communistische premier Pitra blijft in functie. In het nieuwe kabinet zitten naast de communisten nu 5 onafhankelijke ministers. Daarnaast een van de Socialistische Partij en een van de Volkspartij. Het ziet er naar uit dat de oppositie in Tsjechoslowakije meer invloed heeft op de regionale Tsjechische regering dan op het federale gezag in Praag. Al enkele dagen wordt in Praag gedemonstreerd tegen de nieuwe federale regering. De oppositie vindt dat er te weinig niet-communisten in de nieuwe regeerploeg zitten. Het onderwijs moet beter op het bedrijfsleven aansluiten. Dat is de conclusie van het boekje Het onderwijs als Nederlands wapen in de internationale concurrentiestrijd van de Stichting Maatschappij en Onderneming. 21 grootondernemers willen dat de kwaliteit van het onderwijs verder wordt verhoogd. Dat kan bijvoorbeeld door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsopleidingen. Minister Ritsen kondigde op de persconferentie aan dat hij volgend jaar juni een advies krijgt over de verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Het onderwijs van Nederland staat op een hoog pijl, zo zei voorzitter Helfrich van de Stichting Maatschappij en Onderneming. Maar om de internationale concurrentie beter aan te kunnen, moet die kwaliteit nog beter worden. Anders verliezen we de strijd, zo vinden de ondernemers. En de eerste reacties in de media sterken ons in het gevoel dat dit initiatief van de Stichting Maatschappij en Onderneming in brede kring welkom is. Voorgesteld wordt dat bedrijven bijvoorbeeld scholen gaan adopteren en dat de ondernemers daar gastlessen gaan geven. Minister Ritsen van Onderwijs ontving het eerste exemplaar met de aanbevelingen. En volgend jaar, juni, wil de minister al een onderzoek publiceren waarin hij inspeelt op de wensen van het bedrijfsleven. Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en verhogen van het kennispeil van de docenten. Beloningssystemen kunnen daarin een rol spelen, maar dat moet op een zeer zorgvuldige en voorzichtige manier moet dat gebeuren. Want voordat je het weet zit je in een vorm van sortering. Wat veel belangrijker is voor de kwaliteit van leerkrachten in mijn ogen, is om te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor herom- en bijscholing. Zorgen dat de leerkrachten voortdurend in staat zijn om zichzelf te verrijken met de nieuwe kennis die er is en om dan vervolgens die kennis weer te kunnen doorgeven. Geeft u daar de ruimte voor door meer vrije tijd voor de leraren, dat ze dan die kennis kunnen opdoen? Er bestaan al een groot aantal regelingen op dit terrein. Maar worden die uitgebreid? Uitbreiding is op dit moment niet in vraag. We hebben daar al een actief beleid gevoerd in de afgelopen jaren. En we hebben op dit moment geen plannen om dat verder uit te gaan voeren. Of uit te gaan breiden. Maar natuurlijk zijn we zeer belangstellend naar suggesties daarover ook weer van deze commissie. Zoals verwacht blijft Margaret Thatcher leider van de Conservatieve Partij. De stemming die vandaag is gehouden onder de Tories leverde haar tegenstander Sir Anthony Mayer niet genoeg stemmen op om de leiding over te nemen. Maar wel genoeg om Thatcher aan het denken te zetten over haar positie binnen de Conservatieve Partij en over haar beleid. Van de 374 conservatieve leden van het parlement stemden er 314 voor de huidige leider. Het onverwacht groot aantal leden van 33 stemden voor haar tegenstander Mayer. 3 leden onthielden zich van stemming en 24 conservatieven brachten een ongeldige stem uit. De positie van Margaret Thatcher als leider van de conservatieven is vandaag voor het eerst in het geding geweest. Sir Anthony Mayer, een vrij onbetekenende politicus, heeft de IJzeren Dame uitgedaagd. Niet om zelf de leiding van de partij over te nemen, maar om haar economisch beleid en haar houding tegenover Europa ter discussie te stellen. In het Lagerhuis nam Labour-lid Alice Mayen alvast een voorschot op de uitslag. Answers questions at the district. Yeah. 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 Which is Thatcher's proudest achievement? Is it the number of homes?
homeless? Is it the deeply unpopular poll tax? Or is it the image of a government that resorts to seedy bribes in order to put its privatisation program? I shall hope to see the Honourable Lady in her place on Thursday as usual, she in her position and my in mine, and Correspondente Alice Broeksma. Alice, we hoorden en zagen mevrouw Thatcher zojuist nog zeggen, eerder vandaag, nog voordat de uitslag bekend was, dat zij donderdag gewoon weer op haar plek zit. Hoe zal dat zijn, als nog steeds als de Iron Lady, of heeft dat panzer van haar toch wel een aardige deuk opgelopen? Nog steeds de Iron Lady hoor, dat ligt helemaal in haar karakter. En dat komt ook overeen met haar beleid. De conservatieven die zeggen nu vandaag ook dat ze heel erg opgetogen zijn over de uitslag. Toch betekent die uitslag dat Thatcher wel een gezichtsverlies heeft geleden. Want uiteraard heeft ze toch een zesde van de stemmen verloren. En dat betekent toch dat de conservatieven niet helemaal unaniem meer zijn. Wat zal Thatcher gaan doen in de komende 2 jaar? Haar beleid helemaal bijspijkeren? Dat zal moeilijk worden. De grootste klacht tegen Thatcher op het moment is haar economisch beleid en haar houding binnen Europa. Zij is anti-Europa en ja, het gaat erg slecht met de economie op het moment in Engeland. Engeland staat aan de rand van een recessie. Het wordt natuurlijk heel moeilijk om binnen korte tijd die economie er bovenop te helpen. En ja, dat is toch wel een van de voorwaarden om weer aan populariteit te winnen. Oké, Alice Broeksma, bedankt voor je toelichting. Vandaag verloopt het ultimatum dat de 5 Midden-Amerikaanse staten hebben gesteld aan de Nicaraguaanse contra-rebellen. De regeringsleiders van de Midden-Amerikaanse staten waren overeengekomen dat de contra-rebellen voor 5 december moesten zijn ontmanteld. Het tegendeel is gebeurd. De 15.000 contra's hebben hun acties de laatste weken verhevigd. De gevechten tussen de contra's en de regering zijn sinds november opgeleid, nadat president Daniel Ortega een nieuw offensief inzette tegen de rebellen. Afgelopen maand zijn er bij gevechten meer dan 100 mensen om het leven gekomen. De Verenigde Staten steunen de contra's en denken dat de rebellen druk kunnen uitoefenen op de linkse regering in het land om eerlijke verkiezingen te houden. Gisteren kwam Eden Pastora aan in de hoofdstad Managua. Pastora, de held van de Sandinistische revolutie en die in 1981 overliep naar de contra's, zal zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen. Wel zal hij de kleine sociaal-christelijke partij steunen. Waarnemers verwachten dat de ontmanteling van de contra's geen feit zal zijn voor februari, als er in Nicaragua verkiezingen zijn geweest. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vanmorgen bombardementen uitgevoerd op doelen bij de Libanese stad Sidon. Volgens het Israëlisch leger was de aanval gericht tegen bases van Palestijnse terroristische organisaties. 5 mensen zouden zijn gewond bij het bombardement. Het is de 18e luchtaanval van Israël op doelen in Libanon sinds begin dit jaar. En het is de 6e in die periode in het gebied rond Sidon. De meeste Palestijnen in Libanon wonen in de buurt van deze stad. Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat een basis van het Palestijns Bevrijdingsfront PLF door het bombardement voor een groot deel is verwoest. In de Sovjetrepubliek Armenië hielden tienduizenden betogers de afgelopen nacht een protestwaken bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Yerevan. Ze eisten dat het parlement alsnog zou besluiten de leidende rol van de communistische partij uit de grondwet te schrappen. Terwijl de politieke spanningen in de republiek steeds hoger oplopen, is Armenië de dramatische gevolgen van de verwoestende aardbeving nog altijd niet te boven. Leninakan een jaar geleden. De aardbeving mat 6,9 op de schaal van Richter. De gevolgen waren desastreus. Totale vernietiging, volgens de officiële tellingen 25.000 doden. Flatgebouwen zakten als kaartenhuizen in elkaar en honderdduizenden mensen raakten dakloos. De Armeniërs zijn het afgelopen jaar vooral bezig geweest met puinruimen. Overal open vlaktes met de trieste resten van wat eens trotse gebouwen waren. De voedselvoorziening is goed geregeld, maar met de huisvesting is het droevig gesteld. Met de barre Armeense winter voor de deur wonen tallozen in het bergachtige gebied nog in noodbehuizingen, containers of in bouwloodsen. Of in tenten, terwijl het 's nachts tot 40 graden kan vriezen. Moeilijker nog dan het leven onder barre omstandigheden hebben de Armeense bergbewoners het met hun intense verdriet. Zoals in Spitak, dat compleet werd weggevaagd en waar meer dan de helft van de bevolking omkwam.